Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki is gezond en in goede conditie. Inspecteurs hebben een cruciale rol binnen onderwijsvernieuwing. Bond Asiana schort actie op na onderhoud met minister Ramsaran. LVV ondersteunt schooltuin Avaka School voor basisonderwijs. Monumentaal pand Miranda Straat nummer 10 terug in oude glorie. En ministerie van Onderwijs zet zich in voor herstart onderwijsproces Guyaba. President Chandrika Prasad Santokki is gezond en verkeert in goede conditie. Zo maakt het medisch team van het Surinaamse staatshoofd bekend. De president vertrok op zaterdag 1 april op advies van specialisten naar Nederland voor aanvullend medisch onderzoek. Het advies was op basis van eerder gedane medische screening in Suriname. Het aanvullend onderzoek betrof gespecialiseerde functionele testen die in Suriname nog niet beschikbaar zijn. De conclusie van de artsen is dat het staatshoofd in goede conditie is en er geen reden is voor zorg in zaken zijn gezondheid. De president is fit en gezond, aldus de conclusie van het team. Het staatshoofd heeft voor vertrek naar Nederland onder meer voorgesprekken ter voorbereiding van de nationale dialoog gevoerd. Vervolgens is hij in de Nationale Assemblée ingegaan op actuele vraagstukken op sociaal, maatschappelijk en financieel-economisch gebied. President Santokki is verheugd met de resultaten van het medisch onderzoek en dankt de leden van zijn team voor hun goede zorg. Het staatshoofd maakt zich weer op voor terugkeer naar Suriname komend weekende. Onderwijsinspecteurs vervullen een cruciale rol binnen de huidige onderwijsvernieuwing in Suriname. Aan het adequaat functioneren van deze groep functionarissen binnen de transformatie zijn een randvoorwaarden gekoppeld. Deze condities, als ook arbeidsvoorwaarden, komen aan de orde tijdens het seminar De rol van de inspecteur binnen de onderwijsvernieuwing. Dit seminar ging op woensdag 5 april van start in het SINASU-gebouw. Nou, ik heb het net in mijn openingstoespraak aangegeven. De bedoeling is dat de onderwijsinspecteurs bij elkaar zijn gekomen om te discussiëren en te debatteren over wat is de rol van onderwijsinspecteurs, het apparaat, hoe kunnen we betere controle doen op de kwaliteit van het onderwijs, wat is hun rechtspositie, waar staan ze in het en hoe verhoudt dat zich met alle andere aspecten van het ministerie van Onderwijs. Onderwijs heeft een vernieuwing, is bezig nog door te voeren. En dat heeft natuurlijk heel veel uitdagingen. Want de vernieuwing heeft als doel dat we meer kinderen blijven behouden binnen het onderwijsproces. Maar meer kinderen betekent ook meer leerlingen. En meer leerlingen betekent meer lokalen. Maar we zijn juist in een uitdagende financiële situatie waar we dus niet kunnen investeren in meer lokalen. Er zijn nog een aantal scholen waar kinderen eigenlijk nog om de ene dag naar school gaan. Dus
onderwijsinspecteurs moeten ook het proces van die innovatie gaan bewaken. Van halen we de standaarden die we met elkaar hebben afgesproken of halen we het niet? De betrokkenheid. Dus het is heel erg belangrijk natuurlijk dat ze gemotiveerd zijn, dat ze weten hoe die kwaliteitcontrole plaatsvindt. Welke methodes zijn er, wat zijn de standaarden. Dus betrokkenheid is heel erg belangrijk. Maar het is nog, het heeft een extra dimensie in deze tijd van zoveel uitdagingen. Omdat je ziet dat mensen zelf struggelen met wat betekent die financiële crisis persoonlijk voor hun. En mensen struggelen ermee. Mensen weten dat ze met hun persoonlijke uitdagingen zitten. Maar ondanks dat hebben ze een hele grote verantwoordelijkheid binnen de overheid. En die twee dingen in balans houden is zelf ook een uitdaging. Dus ik ben heel blij dat ze dan met elkaar discussiëren, met elkaar zijn. Dat er meer begrip ontstaat. Dat ze meer inzicht krijgen in wat de situatie is. En dat ze elkaar inspireren en motiveren. En dat ze echt met ook voorstellen komen. We zullen waarschijnlijk niet alle oplossingen, maar het feit dat ze bij elkaar komen. Het feit dat ze zien van, hé, hier staan we, dit is onze verantwoordelijkheid, dit is onze uitdaging. Dat is al een heel positief punt, eigenlijk kan je zeggen. Laat me dit zeggen. De hele wereld heeft gedeeld met COVID en overal zijn achterstanden ontstaan. En het is een overmachtssituatie waar we er niet onderuit komen. En wat wij doen is nu proberen eigenlijk de achterstanden gewoon in het onderwijsproces te verwerken en gewoon door te gaan. Dat er niet meer achterstanden komen en dat we eigenlijk gewoon door motivatie van leerlingen. Sommige dingen ga je niet echt in tijd kunnen inhalen, maar je gaat door met het onderwijsproces. Sommige dingen zijn gewoon niet mogelijk. Ik bedoel, dat is een fact, want je kan niet zeggen van we gaan verkorten de duur. Nee, je hebt een bepaalde kwaliteit ook te halen. Dus waar mogelijk is, gaan we doen. Waar niet mogelijk is, gewoon door. Continueren van het onderwijsproces. Werken aan de kwaliteit van onderwijs. Werken aan motivatie van leerlingen. Werken aan middelen voor onderwijs. Zodat we inderdaad een goed product. Want dit is, zoals ik het ook zei in mijn speech, dit is de basis van ontwikkeling. Ik heb gezegd, onderwijs eigenlijk is een persoonlijke transformatie. Als je goed opgeleid bent, beste kennis hebt, vaardigheden hebt en de juiste attitude hebt, dan is dat de basis van een goed toekomst. Dat is de basis van succes. En dat moeten we zoveel mogelijk stimuleren, want dan is dat ook de randvoorwaarde voor de ontwikkeling van ons land. Kijk, de vernieuwing in het onderwijsproces is al doorgevoerd. Ik zei al, op de basis. En de basis is op dit moment heel belangrijk. En ben ik helemaal eens met ex-collega Marie Levens, die dat heeft doorgevoerd. En het is ook het beleid van de regering, zoveel mogelijk kinderen behouden in het onderwijs. Want als de basis goed is, dan zal de rest ook goed lopen. De werknemersorganisatie bij het bejaardentehuis, Huize Asiana, heeft haar actie opgeschort. Dit besluit is genomen na een ontmoeting met minister Oerayki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De bewindsman heeft het personeel op dinsdag 4 april geïnformeerd over de stand van zaken rond issues waarvoor het in actie was. De bond bij Asiana had gevraagd dat minister Ramsaran het personeel toespreekt en omstandig informeert. Ten aanzien van de toelagen gaf de bewindsman aan dat die reeds in voorbereiding zijn. De kleding- en vervoerstoelagen worden uitbetaald in de maand april 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. De wachttoelagen en de toelagen dienstverantwoordelijk worden uitbetaald in mei 2023. De conceptresoluties zijn reeds opgemaakt, ondertekend en opgestuurd voor verdere afhandeling en publicatie. Het personeel heeft ook de kwestie betreffende vaste aanstelling onder de aandacht van de minister gebracht. De bond en het personeel wensen ook een onderhoud met het onderhandelingsorgaan van de overheid. Minister Ramsaran zal dit doorgeleiden naar de Raad van Ministers en minister Brontosu Muharjo van Binnenlandse Zaken.
De AFAKA School voor Basisonderwijs heeft bezoek gehad van landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De school beschikt over een schooltuin en het ministerie heeft ingespeeld op de behoefte om de leerlingen het belang van landbouw bij te brengen. Leerkracht Esther Carioreggio en landbouwdirecteur Sudeshan Jairam zeggen het volgende over dit initiatief. Ik ben namelijk de klassejuf van deze groep, leerjaar 7. En ik ben op deze dag blij dat de mensen van LVV, namelijk de directeur en de onderdirecteur en de rest die hier komen om ons te ondersteunen met de tuin. Ja, het is eigenlijk het doel is om de kinderen dan te stimuleren dat ze ook voor deze richting kunnen kiezen. Het planten, want dit moet echt gestimuleerd worden. Ja, want de tuin is al heel lang verwaarloosd en als dit zo komt, het planten, gaan die kinderen ook geïnspireerd worden. Dus ik dank jullie allemaal, degene hier van LVV, voor die ondersteuning en dat het zo mag blijven. En dat die kinderen dan ook gestimuleerd worden met het planten en degene die echt die passie hebben voor het planten, dat het dat bij hun, wanneer ze ouder worden, bij hun blijft en dat ze dit ook kunnen doen. Het is zo dat het ministerie van LVV probeert de landbouwproductie op te voeren, maar natuurlijk om die productie op te voeren heb je ook landbouwers nodig, mensen die belangstelling hebben om te gaan planten. En wat wij de laatste tijd merken is dat belangstelling voor de landbouwsector sterk is afgenomen. Zowel om aan landbouw te doen, dus om te gaan planten, als ook om landbouw te studeren merken we dus dat er heel weinig belangstelling is. En vandaar dat wij als ministerie proberen om het imago van landbouw op te voeren, waardoor dus veel meer mensen over kunnen gaan om aan landbouw te doen, maar ook om landbouw te studeren. Wij proberen dus ook dan via de lagere scholen alvast, dus aan kinderen in feite, kennis te laten maken met landbouw, waardoor ze dan weten het belang van landbouw, waarom landbouw belangrijk voor de voedselvoorziening en dat ze dus dan ook gewend raken om te planten en waardoor ze dan later ook over kunnen gaan om zelf landbouwer te worden, maar ook om eventueel landbouw te gaan studeren. Dus vandaar dat wij proberen natuurlijk de scholen die al een tuin hebben, die in feite te ondersteunen met een stukje begeleiding. Maar ook wanneer ze dus plantmateriaal nodig hebben, equipment nodig hebben, worden ze bijgestaan door het ministerie van LVV. De scholen die nog geen schooltuinen hebben, die voor hun proberen we ook als ze belangstelling hebben, natuurlijk dan ook de ondersteuning te geven om een tuin op te zetten, waardoor ook de kinderen van die scholen kennis kunnen maken met landbouw. We hebben eerder ook op een aantal andere scholen schooltuinen opgezet, waar we ook regelmatig begeleiden. Hier zal het zo zijn dat elke dinsdag personeel van LVV Resort Leliedorp de nodige begeleiding zal geven aan de kinderen om dus te planten en aanplanten onderhouden. Het monumentaal pand aan de Mirandastraat nummer 10 is terug in zijn oude glorie. Het gebouw dat in 2015 deels door brand werd verwoest, is binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, hersteld. De formele overdracht heeft op dinsdag 4 april 2023 plaatsgevonden aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als opdrachtgever.
Het onderwijsdepartement heeft op zijn beurt het pand overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie als gebruiker. De historische binnenstad van Paramaribo is opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst en Mirandastraat nummer 10 hoort hier ook bij. In het gebouw was voorheen de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehuisvest en later de afdeling Vreemdelingendienst van Justitie en Politie. Het renovatiewerk werd in oktober 2021 gegund aan het aannemingsbedrijf Baska NV. De werkzaamheden gingen in januari 2022 van start onder supervisie van KDV Architects. Het doel van PURP is om bij te dragen aan de sociaal-economische herleving van de historische binnenstad van Paramaribo. Het programma wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onder supervisie van het directoraat Cultuur. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur doet er alles aan om het onderwijsproces te Guyaba zo snel als mogelijk te hervatten. Een vleugel van het schoolgebouw dat als magazijn diende, is in de ochtend van zondag 2 april namelijk door brand verwoest. De school te Guyaba is bestemd voor leerjaar 9 en 10. Het gebouw bestond uit twee vleugels, één voor leslokalen, terwijl de andere als magazijn werd ingezet. De technische dienst van het ministerie van Onderwijs en de Taskforce Binnenland zullen de schade in kaart brengen. Het ministerie zegt dat de school spoedig weer voorzien zal worden van lesmateriaal om de voortgang van het onderwijsproces te garanderen. De afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie treft reeds voorbereidingen voor de distributie. Vanwege de ontstane situatie zijn 40 leerlingen tijdelijk van onderwijs verstoken. Het ministerie doet er alles aan om de lessen na de paasvakantie te hervatten. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.